gotta get my block sold up. Know me. Ayo gringo. Ayo gringo. I heard you want some marijuana. Want some pure white coca. Ayo gringo. Ayo gringo. See, I never been a smoker. I'm just a neighborhood dealer. Heb jij ADD? Soms merk ik het wel, soms kan ik. Ik weet eigenlijk best wel goed wat het inhoudt. En ik weet eigenlijk best wel goed hoe ik ermee om moet gaan. En ik merk ook wel dat ik minder concentratie dan anderen heb. Bijvoorbeeld bij theorie of zo. Dan zit ik nog maar een half uur in de les of zo. En dan heb ik er al geen zin meer in of zo, weet je wel. Of dan ik weet niet dat. En ik heb ook wel zo'n die momenten dat ik gewoon echt gewoon. Dan merk ik dat ik. Gewoon echt super druk ben in mijn hoofd en dan hoor ik gewoon echt alles, gewoon wat er om je heen, wat je hoort, dat hoor je dan gewoon op één volume en dan hoor je echt gewoon een slijn stoort vast en dan merk je wel, maar ik kan er wel mee omgaan, ik kan mezelf wel gewoon rustig houden, ik kan mezelf er wel van afsluiten, zeg maar. Dus je wordt snel afgeleid, zeg maar? Ook heel snel, ja. Zelf, wat is ADHD? ADHD is... je hebt een hersencelletje of zoiets, dat weet ik ook niet precies. Je mist iets wat anderen wel hebben en dat is het meer rustige van jezelf zijn, zeg maar. Dus andere mensen zijn iets rustiger dan ADHD'ers en ze hebben iets minder concentratie vaak en ze hebben gewoon minder geduld dan anderen en zo. Dus. Maar op zich is het geen, het is geen psychische ziekte of zo. Ja, ik wil wel wat met ADHD-kinderen doen, omdat ik denk, sportkampen, zeg maar, soort. Zeg maar net als op stichting OJADD, dat is de stichting in Ouwekerk. En dat is gewoon, daar kan je gewoon je ding doen, daar kan je gewoon jezelf zijn. En gewoon op een rustige manier. En ik denk dat dat gewoon veel meer werkt als therapie. Ik denk dat met therapie, want ik weet dat ik daar zelf gek van word, van gesprekken. Dat ik al die gesprekken moet volgen bij me ergens en zo. Ja, dat ik heb het gevoel dat je daar eigenlijk alleen maar meer op een negatieve manier gewoon, ik weet niet, ja, hoe je het uit moet leggen. Dat is gewoon, ik denk dat je er meer mee bereikt met stichtingen opzetten of met sportkampen dan therapieën. Dus eigenlijk helpen therapieën niet? Jawel, jawel, want je hebt er wel wat aan wat ze zeggen en zo. Maar, ja, omdat een ADHD heeft sowieso minder concentratie als anderen en die kan sowieso minder lang wachten en die heeft gewoon minder geduld. En, en dan moet je gewoon een uur of zo of drie kwartier moet je praten. En ik denk dat ze dan op het laatst, ja, gewoon een beetje in het gesprek gaan ze zich een soort vervelen. En dan komt het op een duur niet meer zo goed aan en dan in je hersens. En ik denk dat je dat gewoon moet begeleiden met sportkamp of zo. Wordt een ADHD'er rustiger van blowen? Dat weet ik wel uit te leggen, want ik blow zelf ook elke dag. Dus op zich vind ik dat je wordt er wel rustiger van. Maar je merkt ook wel aan de andere kant, je hebt op een duur geen ritme meer in je leven. Je moet op een duur moet je gewoon elke dag blowen, anders ben je niet rustig of zo, weet je wel. Ja, ik zelf heb daar niet zo'n last van. Ik kan wel gewoon slapen en ik kan er wel gewoon zonder, hoor. Maar als je het hebt, dan doe je het gewoon. Ik voel me er wel, je voelt je er op zich wel rustig bij. En je voelt jezelf wel goed. Maar ja, het lost eigenlijk helemaal niks op. Want je problemen worden met de dag groter. En, als het uitgewerkt is, dan voel je je gewoon nog kutter. Maar ja, dat is het probleem van degene die dat zelf doet, toch? Die beslist dat. Dat zijn eigen fouten. Ik merk het zelf ook wel en ik ben ook van plan om gewoon binnenkort echt veel aan school te gaan doen, veel theorie, gewoon 's ochtends. Want 's ochtends, ik slik ook medicijnen nog, gewoon 's ochtends één pilletje, gewoon heel de dag. En dan heb ik gewoon meer concentratie, gewoon iets meer. Het is gewoon alleen dat je meer concentratie hebt, eigenlijk een pilletje, gewoon op school. En ik heb 's ochtends gewoon veel concentratie, dus ik wil het op school, wil ik gewoon 's ochtends theorie gaan volgen. En dan stage regelen en school en dan gewoon op RFC gewoon ook niet meer blowen. Gewoon alleen een weekend of zo.